this track move up. Oh, it's not what we were stupid can be. And that is the way that Palace can be seen. Ik kan het fiscaal aan de stapel zetten. Dat is een referentie. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Ja, dit is Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat van toch? In Meati, Srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, uno hoor not lo, tambri binu srivi, una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Was wit konaini? In a datra uso para maribu. Dis na presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra vunu, e knap dey nanga neti di ala yu datra sorbu. Aprese opo mofo neti, in a weekend nanga lat neti. Te anoutu hei stref strefi, tawe kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abon fanuru, you can kara konkruti 1-2-4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Zwitserland, 17e rijkste land van de wereld, waar onze president het beste voorbeeld geeft van vrije meningsuiting. En hij heeft het heel mooi gedemonstreerd. En als eerste burger en de rest van de burgers gaan we het dan ook overnemen van de eerste burger van het land. We zitten met mevrouw Angelique Del Castillo, waar zij ook haar vrije meningsuiting mag doen bij Cultuur TV Open Mic. Mevrouw Angelique, welkom bij Cultuur TV. Ja, het is een genoegen altijd om weer met jou in gesprek te gaan. Dus ik ben benieuwd wat je vandaag voor me op tafel hebt. Ja, vrije meningsuiting. We hebben de president gehoord. Hij heeft zijn mening gegeven over de meningen die de VES heeft over de economie. Wat vond u van het optreden van de president op een... Is het de president of de voorzitter? Je bent 24 uur president, dus het is de president op het podium op dat moment. Ja, kijk, het is het eerste aspect dat daarbij aan de orde komt, is de kwestie dat hij president is en voorzitter van een partij en hij zich actief in de campagne werpt. En dat roept de vraag die vaker terugkomt tijdens verkiezingen en na verkiezingen, zijn we het meestal weer vergeten, van hoe kunnen die twee functies met elkaar gecombineerd worden? Is dat wel mogelijk? Zijn er plaatsen in de wereld waar het gebeurt? Zeker weten wel. Maar om het te doen moet je toch een bepaalde besef hebben van wat het betekent om president te zijn. En dat je dus als president, ook als je voorzitter nog van je partij bent, toch ga je op een, vanuit een, zeg maar een verhevener positie moeten praten. In die zin van dat je je boven partijen moet stellen. En dat ook als je op een partijmeeting bent,
je je niet kan permitteren om aan publiek organisaties in je land, burgers van je land, op een manier te bespreken die toont dat je gebrek aan respect hebt voor de organisatie, voor de personen. Dat je geen in deze, wanneer het gaat om een organisatie als de VES, dan zeg ik ja, de VES heeft een zekere deskundigheid in huis van de economie en van het financiële dat daaromheen. Het is iets waar een kennis en deskundigheid die niet alle burgers van ons land beschikken. Het is werkelijk een kleine groep van ons die dat gestudeerd heeft. Veel van ons kennen die huishoudeconomie. We weten dat ze, weet je, wanneer Tewe Pinata Monin Anosari. Maar we kunnen soms niet alles, weet je, al die lijnen uitleggen, beleidsmatig. Dat is het verschil met de VES. De VES is op wetenschappelijke basis. En op basis daarvan doen ze vaak uitspraken of prognoses of beoordelingen van keuzes die regeringen maken. En dat zou je moeten waarderen voor wat het is. Je hoeft het niet eens te zijn. Want ook in de economie, net als bij de rechtspraak, et cetera, zijn er verschillende interpretaties, verschillende kijk op zaken. Je hebt ook een ideologisch verschil soms, dat je zegt van, ja, ben je een liberaal, ben je een sociaaldemocraat, ben je een socialist, dan bekijk je anders naar hoe de economie eruit moet zien. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat de economische wetmatigheden veranderen afhankelijk van je ideologie. Die veranderen niet. Dus, en daar moet je altijd respect voor hebben. En de president zou het sieren wanneer hij daadwerkelijk inhoud had gegeven aan zijn positie als president zijnde. Ook al was hij daar als voorzitter van een partij. Om zijn kritiek zodanig te brengen dat hij kan zeggen van, weet je, wij hebben een bepaald beleid gevoerd. Er is kritiek op vanuit verschillende hoeken in die samenleving. Ook vanuit deskundigen, die economische deskundigen. Maar wij als regering hebben onze eigen economische deskundigen. En wij houden vast aan hetgeen wij geloven en zijn overtuigd van datgene wat zij op onze tafel hebben gelegd. Dus zullen we dat pad voortzetten. En ja, we blijven luisteren naar wat buiten gezegd wordt. Want je weet nooit als we iets horen dat ons helpt bijsturen. Dat zou een heel andere zaak zijn. Dan had hij ook aangegeven dat hij staat achter zijn economisch beleid. Want ik neem aan dat het daarom moet gaan. Je moet aan je electoraat, de mensen van wie je weer stemmen wil hebben, moet je overtuigen dat wat jij doet goed is en dat je erachter staat. Daarvoor hoef je anderen niet kapot te maken. Ja. Absoluut niet. Daarvoor moet je gewoon jouw argumenten brengen waarom je staat achter wat jij doet. En met respect zijn, als je wil praten over de kritieken die erop zijn, dat je zegt, ja, er zijn kritieken, maar die komen vanuit een andere kijk op zaken. Ze hebben misschien een andere ideologie, een ander vertrekpunt. Wij kiezen op dit moment nog steeds voor wat we doen en we zijn daar content mee en we zijn daarvan overtuigd. En als u het eens bent met ons, stemt u op ons. Als u het niet eens bent, dan moet u daar consequenties aan verbinden. Dat is het. Mm-hmm. Toch? Dat is net hoe je het kan zeggen. En dat doet ook. Heb je niemand, maar als president moet je juist, kijk naar het kompas dat wij hier hebben op onze routekaart, moet je altijd respect voor de medeburger opbrengen. We vragen het van alle burgers. Maar als president moet je het bij uitstek doen. Toch? Je moet nooit het gevoel geven dat je aan het schelden bent op mensen in je samenleving. Je weet, toen tijdens de regering Boutersen waren er demonstraties. En hij stond op een trailer daar bij het parlement. Toen had hij ook dergelijke uitspraken gedaan, alsof een deel van het volk voor en een deel tegen was. Dus een deel was zijn volk en een deel niet. Toen hebben we het ook gezegd dat ongehoord is, dat we dat niet kunnen accepteren. Een president moet weten dat elke burger respect verdient. Ook die het niet met hem eens is op dat moment. Ja. En dat je niet plotseling kan gaan doen alsof die niet deugen en geen knip voor de neus waard zijn. Omdat ze het niet met je eens zijn. Nee. Dus het is treurig. Het is treurig, maar ik moet zeggen, het is niet de eerste keer dat we een dergelijke uitgeleidpartij van deze president zien. Triest is natuurlijk dat hij dan achteraf ook weer een soort anomie-verhaal begint te doen en slim probeert te spelen. Door te zeggen, ja, maar ik heb hun naam niet genoemd. Dat zijn echt kinderachtige dingen. Toch? Het zijn heel kinderachtige dingen. In plaats van dat hij gewoon zegt, kijk, het is... laat hij desnoods iets zeggen dat niet helemaal waar is. Maar in de zin van, ja, ik ben misschien wat te scherp uitgekomen. Het bedoelde niet dat te zeggen, want ik heb respect voor elk instituut en elk individu die zijn of haar mening ventileert. Respecteer ik. Dan had hij iets anders gedaan dan door te gaan zeggen, ja, ik heb hun naam niet genoemd, dus ik ben ze geen excuses verschuldigd. Hij maakt het van kwaad tot erger. En voor mij is de president op dit moment gewoon het spoorbijster. Hij ziet het verschil niet meer.
tussen zijn positie als president en de inhoud van die functie en zijn rol als voorzitter van een partij. En dat wanneer hij beide posities bijeenbrengt bovendien. Want ik vind trouwens ook dat als voorzitter van een partij zelf ook je niet je boekje te buiten kan gaan met allerlei dingen. Omdat jij draagt het hoogste doel van die partij uit. En jij moet het volk opvoeden vanuit die positie als voorzitter van de partij. Dus ook al was hij alleen voorzitter, zou dit echt een misplaatste opmerking zijn. Het geeft ook aan, waar veel mensen over klagen, dat deze regering geen respect heeft voor deskundigheid. Toch? En geen respect heeft voor ervaring. En dat ze dus alles wat niet klinkt zoals zij willen horen, niet gewoon zeggen van, ja, wij hebben een andere opvatting, maar dat ze het proberen de grond in te drukken, weg te slaan, het mag er niet zijn. En dat is heel gevaarlijk, want dat betekent dat je beleid dat je voert niet gebaseerd is op feiten. Ja. We hebben het er vaak over, toch? Als je beleid maakt, moet je de feiten onder ogen durven zien, de statistieken, de wetenschappelijke bevindingen. En wanneer je op basis daarvan, met medeneming van je politieke bagage, zeg maar, je politieke ideologie, bij ons, onze beginselen, weet je, dan ga je daaruit komen dan voor dat beleid dat verantwoord moet kunnen worden en verantwoord moet zijn. Maar wanneer een president zich zo uitlaat, dan is duidelijk dat er voor mensen met kennis, deskundigheid, ervaring, integriteit en die op basis daarvan inhoud aan hun job willen geven, dat er geen plek voor is binnen een regering waar deze president leiding aan geeft. Want de president en de VSD waren dikke maatjes voor 2020, toen het regeerbeleid van Boutersen werd bekritiseerd. Terecht ook, natuurlijk. Mm-hmm. En de president was het altijd eens met de VS en heeft altijd mooie woorden over ze gehad. Ook in zijn, als president heeft hij dat gehad voor ze bij bepaalde uitnodigingen die hij kreeg van de VS. En plotseling, als er wordt gesproken over, als ik het goed heb, de koers. Want de VS heeft gevraagd van, wat maakt dat de koers eigenlijk aan het dalen is? Het is een vraag die de gemeenschap ook bezig hield. Dan weten ze ineens zo, vindt de president, ja, ze weten niks van economie. Heeft u gepiept in de keuken van de VAP wat betreft economie? We hoeven niet te piepen in de keuken. We ervaren het al 4 jaar lang. Dus we ervaren het in onze eigen keukens. Toch dat we met veel minder moeten doen. En we zien ook dat hun keukens uit hun voegen barsten. Ze hebben zoveel waarmee ze bezig zijn. Ze kunnen op reis gaan. Ze kopen zoveel auto's. Hun bankrekeningen, die bulken. Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan verklaren naar een nieuwe regering. Want als er een nieuwe regering aantreedt waarin DA91 zit, zullen ze zeker kunnen hun borst laten maken dat ze zullen moeten komen verklaren hoe ze aan dat alles zijn gekomen. Ja. Als ze nou een anticorruptiewet gelijkend formulier hebben ingevuld of niet, wij zullen ze wel ter verantwoording roepen, laten ze komen uitleggen hoe hun vermogen gegroeid is van het beginvermogen tot waar ze vandaag de dag zijn aangeland. Want het Surinaams volk verdient die informatie en verdient die verantwoording. Maar daadwerkelijk is het een 180 graden draai vanuit de president richting de VS. En ja, we moeten niet alleen naar de VS kijken. We moeten dan kijken naar dus elk instituut in ons land dat zich op een richtige wijze van hun taak wil kwijten, conform hun doelstelling. En dat niet in het straatje praat van de huidige campagne van de president. En welke vragen stellen die niet beantwoord kunnen worden. Want de vraag over de koers is een vraag die ze niet kunnen beantwoorden. Mm. Omdat ik zeg ook, we zijn er niet erg als de koers daalt. Het liefst hadden we een koers van 1,80. Als ik de burgers kon beloven dat we een koers van 1,80 gaan hebben en ik wist dat het realiseerbaar was, zou ik absoluut niet dralen om dat te doen. Niemand wil meer dat liever dan de Surinaamse burger. Mm-hmm. Maar dat zou ook betekenen dat alle prijzen en alles weer conform die koers moet zijn. En dat je het moet duurzaam zijn. Je moet het kunnen verklaren met verhoogde inkomsten. Want de prijs, en dat is een economische wetmatigheid, de prijs van een dollar, de prijs of de waarde van een euro, is afhankelijk van vraag en aanbod. Dus wanneer binnen een paar weken tijd, volgens mij 2 weken tijd, het met bijna 7, 8 punten daalt,
Toch bij de cambio's, bij de banken is het nog rond de 35, 34. Maar bij de cambio's is het plotseling zeer laag geworden. Dan moet je je afvragen van, waar is de instroom van al die dollars? Toch van al die euro's, hoeveel hebben we verdiend? Van waar komt het geld? Dus het moet verklaard worden en het volk heeft recht op een verklaring. En wanneer de VES dat vraagt, dan is dat uit een verantwoordelijkheidsgevoel. Want niet alleen de VES vraagt het. Elke burger van de straat vraagt het. Waarom? Omdat we willen weten dat het niet vandaag deze koers is. En dan over 6, 7 maanden de verkiezing, toch? En ze terug zijn, dan plotseling is het weer 15 punten hoger. En dan horen we weer van er zijn hoge rekeningen. Want er werd gezegd van er was een grote druk op de koers, op de valuta. Omdat die oliemaatschappijen moesten hoge rekeningen betalen. Dat hoorde ik, dacht ik, meneer Eckhorst uitleggen. En in hem heb ik vrijwel... Wel vertrouwen wanneer hij iets uitlegt. Maar dat vertaalt niet, verklaart niet alles. En dat heeft hij zelf ook aangegeven. Toch? Dus er is een zekere druk afgenomen op die koers, op die vraag naar valuta. Maar wat ook gebeurd is, is dat die samenleving ontzettend verarmd is. Waardoor mensen zich een heleboel niet meer kunnen permitteren. En waardoor er dus ook veel minder wordt geïmporteerd. Bovendien zeg ik elke keer... Laten we in die supermarkten gaan kijken wat voor producten aan het volk worden aangeboden. Gedeukte blikken, gescheurde etiketten, al dat soort dingen. Dat kwam vroeger niet op het rek, want dat is van de dumpmarkt. Toch? Dus er is ook een shift gekomen in van waar geïmporteerd wordt. Dus er worden goedkopere producten geïmporteerd. Met alle gevolgen mogelijkerwijs voor de kwaliteit van wat je op weet je, en het risico van slechte kwaliteit. En het volk koopt minder, want ze hebben gewoon geen geld meer. Dus dan is het geen verworvenheid. En wanneer je dan volgt, als ik dat gelijk misschien kan aanhalen, dat het IMF nu zegt dat er moet gekeken worden naar de verdiencapaciteit, dan snap je dat het ergens mank loopt, dat hele verhaal over die valuta, die koersafname. Want als het IMF zich nu zorgen maakt, om dat gat dat gaat ontstaan, wanneer die 53 miljoen niet meer vrijkomt om de 3 of 6 maanden... En dat is iets wat wij al een hele tijd terug hebben gezegd, dat er een gat gaat ontstaan. Dan snap je dat er geen logische verklaring op dit moment is voor wat met die koers gebeurt. En dat het zeker mogelijk is dat dit gewoon een truc is vanuit de cambiohouders onder andere. Ja. Toch? Omdat we weten dat tegen de verkiezingen van 2020 plotseling ook iets met die koers begon. Dat veel mensen ook niet konden verklaren. Die koers ging omhoog. Yeah. En het zijn diezelfde cambio's die het nu omlaag brengen. En er wordt, weet je, en het is niet ondenkbaar dat er belangen zijn tussen die groep en de huidige regering. Dus dat er een belang is dat deze regering terugkomt, zodat ook hun belang gesaved is. Toch? We weten hoe het gaat met sponsoren. We weten dat er geen regel is op politieke financiering, geen wetgeving. Dus er worden grote bedragen aan de partijen gegeven om terug te keren, zodat het oude liedje voort kan gaan. En wij als Suriname moeten serieus ons gaan buigen over het valutabeleid dat we voeren. Waarom we er niet toe overgaan, zoals ik in veel landen zie, dat alle burgers bij de banken valuta kunnen kopen en ook valuta kunnen, weet je, wisselen bij de banken. Omdat dat een veel... Want nu zie je dat de banken geen tred houden, geen gelijke tred houden met die cambio's. Dat wil zeggen, het klopt niet. Toch? Een dollar heeft 1 waarde in het land. Het kan niet een andere waarde bij de cambio hebben en een verschil van, volgens mij, soms 5 punten zelf met de bank. Toch? Het klopt niet. En omdat hij dat niet kan verklaren, dan gaat hij met modder gooien, om het zo te zeggen. En dat is zeker het instituut van de president zeer onwaardig. Ja. Want ik zou je net vragen, als het tijdperk van cambio's niet aan het einde moet komen, want ze bepalen wel heel veel. In 2 maanden tijd hebben we heel veel foefjes gezien, waarbij de centrale bank zijn, waarbij het is bewezen dat de centrale bank geen grip heeft op hierop. Ze controleren bijna niks. De cambio's hebben gewoon letterlijk vrijspel. Precies, en je kan niet hebben dat de cambio's bepalen hoe de koers zich verhoudt in je land. En weet je, er is regelgeving die niet gehandhaafd wordt. Er is regelgeving en het wordt niet gehandhaafd. En dat heeft te maken met, en dat zeg ik vandaag, met het behartigen van belangen van donoren. Toch? Er zijn partijen die zwaar gedoneerd worden door mensen die in het cambioverkeer zitten
en die dus die cambio's gaan beschermen. Als het nou in het belang is van die samenleving om cambio's of niet, ze gaan er zijn. Zij gaan ze beschermen en in stand houden. Dus omdat ze op die manier ook kunnen spelen met de sentimenten van het volk. Dat denken ze tenminste. Toch? Het is een leuk speelgoed. Toch? Stel voor dat de verkiezing komt en deze regering komt niet terug. Er komt een regering met DA 91, dan gaan die cambio-houders de volgende dag zetten ze de koers 10 punten hoger. En dan zeggen ze, ja, zie je, die regering is aangetreden en kijk hoe de koers direct al gestegen is. Om iedereen ontevreden te maken. Dus, en dat kan je niet hebben. Een koers, we hebben in het systeem nu is er gekozen voor een hoe noem je dat? Geen vaste wisselkoers. Het is afhankelijk van de vraag en aanbod, dat kan. Maar dat moet door de banken gereguleerd worden. En de centrale bank is de bank die daar instrumentarium voor moet hebben om het door het hele land en bij elk instituut te reguleren. Ja. En nou, die A91 is trouwens ook nog de talk of the town eigenlijk. Het is mede dankzij die A91 dat misschien er wijziging komt in dat van die waarborgsom. Hoe staat het met de indiening van het verzoekschrift, als ik het goed heb, dat hij heeft ingediend? Ja, we hebben het verzoekschrift ingediend. Het is denk ik nu, we zijn in mei, hè? Ik denk zo'n 2 maanden terug hebben we dat gedaan. En het verzoekschrift is in behandeling, reeds in behandeling hebben we begrepen. Daarbij is er ondersteuning geweest natuurlijk, laten we dat wel bijzeggen, van de Nieuwe Wind, van de Nieuwe Leeuw en ook van SDU, de partij van Dr. Waterberg. Die hebben ons ondersteund bij de indiening. En het is in behandeling. Dat betekent, er is ook advies gevraagd naar verschillende partijen. Ik luisterde vandaag nog naar een persconferentie van, A20. Die ook aangaf dat ook, weet je, zij hebben ook hun positieve ondersteuning ervoor uitgesproken. En zo weet ik dat veel instanties dat hebben gedaan. Er zijn natuurlijk, zullen mensen zijn die hun kanttekeningen plaatsen, omdat ze vinden dat er drempels moeten zijn in het systeem. Wij kijken er met een positief gevoel naar uit, omdat het sowieso de wijze waarop het is ingevoerd en ook de hoogte ervan, het milieu waarbinnen we zitten als Suriname in de politiek, het economisch, financieel-economisch milieu, de wetgeving waarbinnen de partijen participeren, de campagnes gevoerd worden, zijn allemaal zaken die niet gunstig beïnvloed worden door zo'n hoge kiesdrempel, want zo noemen ze het. Het is in deze geen kiesdrempel, het is een exclusiemiddel. Dat betekent een uitsluitingsmiddel. Mm-hmm. En in een democratie, wanneer je serieus bent over de democratie, en je weet, we hebben heel hard gestreden voor die one person, one vote, omdat we zeggen gelijkheid, elke stem moet even hard tellen, overal, voor hetzelfde, dan is dit staat het haaks op datgene waarvoor je gevochten hebt, omdat je tegelijkertijd nu hiermee probeert om het passief en actief kiesrecht uit de handen van de mensen met weinig geld te slaan. Mm-hmm. Toch? Je wil het hard plaatsen in de handen van de mensen met veel geld. En ze hoeven niet te verklaren hoe ze aan het geld komen. Zolang ze veel geld hebben, gaan zij de dienst uitmaken. Want die waarborgsom is vertienvoudigd. Is niet eenvoudig. De vorige keer hadden we al, toen onder de Boutersen het werd ingesteld, hadden we al geageerd. We hebben het toen toch opgebracht, was 96.800. We hebben het betaald, was het 25 SRD per 1% van de kiezers. En deze keer maak je het tot 250 SRD. Dat betekent, je hebt het vertienvoudigd. We gaan bijna 1 miljoen moeten betalen. En dan heb je nog geen campagne gevoerd. En dan zijn er geen regels die bepalen hoe dat partijen openheid moeten geven, hoe ze aan hun geld komen. En dat wanneer je donaties krijgt boven een bepaald bedrag, dat je moet aangeven van wie je het hebt gehad. Zodat men kan controleren dat er geen corruptie of belangenbescherming ten gevolge daarvan gaat zijn. Allemaal staat in dienst van dat we moeten zorgen dat de stem die jij uitbrengt even belangrijk is als die stem die man uitbrengt die de partij 500.000 cadeau heeft gemaakt. Mm-hmm. Toch? Maar als je die regels niet hebt, dat betekent dat jij je stem uitbrengt alleen omdat ik zonder je stem niet daar kan komen. Maar ik heb eigenlijk niets met je te maken. Op het moment dat ik daar zit, ga ik alleen zaken doen voor die man die me 500.000 heeft gegeven. Want hij moet me de volgende keer weer 1 miljoen geven. Toch? En niemand weet wie hij is. Ik kan blijven ontkennen, je kan me niet controleren. Want ik geef gewoon 25 miljoen uit in een verkiezing en ik hoef niemand te zeggen van waar het komt. Toch? We hebben wel een wet die eist dat elke partij elk jaar
haar jaarverslag moet publiceren elk jaar. Het is niet dat je in één jaar vijf jaren publiceert. Dat, wanneer je dat doet, dan heb je de wet dus overtreden al een aantal jaren. Maar je moet elk jaar. Maar het is een regel die heel summere weergave eist. Dus eigenlijk geef je gewoon aan, mijn inkomsten waren zoveel, mijn uitgaven waren zoveel. Dit is mijn saldo. Voor de rest hoef je niets te publiceren. Dus waar je naartoe moet gaan, is dat je zegt van, alle bedragen, zeg maar, je neemt een redelijk bedrag voor ons. Zeg maar, elk bedrag boven de, zeg maar, $2000 of $5000, daarvoor moet duidelijk zijn van wie het is ontvangen. Waarom ook? Omdat dan gecontroleerd wordt als de mensen belasting betalen. Zodat je voorkomt dat, noem het, zwart geld, illegaal geld, in de campagnes gestopt wordt en zo wordt witgewassen. Mm-hmm. Want dat risico heb je ook met die waarborgsom. Dat mensen die geen belasting betalen, zeg maar een concessionaris, ik praat altijd over de vicepresident, hij wijst als een goud. Hij mag eigenlijk niet eens belangen hebben op dit moment in geen enkele concessie, toch? Want hij is vicepresident. Maar ik vraag altijd, waar is die belastingaangifte dat hij heeft betaald? Waar is het? Dat hij belasting betaalt over alles wat hij vindt. Dus wanneer wordt dat geld, dat goud wordt zo in die campagne gestopt. En ja, dat is oneerlijk. En dat betekent dat zo iemands belang beschermd gaat worden door die partij. Toch? Want ze willen het steeds hebben. Dus ja, kortom, die waarborgsom. Wij kijken positief uit naar de uitkomst. We hebben recent mogen ontdekken dat er waarschijnlijk daadwerkelijk verwachtingen zijn dat het positief voor ons zal zijn, omdat het parlement in alle stilte ertoe overging om weer een wijziging in de kiesregeling te brengen. En je gelooft het of niet, waar ze een wijziging zouden brengen is precies bij die waarborgsom, niet in het bedrag, maar ze plaatsen nog een aantal omschrijvingen erbij en ze wijzigden het artikelnummer waaronder het valt. En dit kan consequenties hebben, dat wanneer het Hof uitkomt en zegt, ja, wij hebben een toetsing gedaan van wet nummer zoveel, artikel zoveel, en we hebben het onverbindend verklaard, dat het parlement dan rustig aan ons zegt van, ja, maar die wet hebben wij ook al opzij geschoven, we hebben een andere wet. Maar in die wet staat weer die waarborgsom. En dan moeten wij weer opnieuw beginnen. En dat is niet te goeder trouw, dat is te kwader trouw. En dat is ook geen bewijs van goed bestuur. Want wanneer een proces gaande is, zo hebben we geleerd, toch, dan mag je niet interveneren daarin door handelingen te gaan plegen. Bovendien zou ook een kwestie van fatsoen, politiek fatsoen en goed bestuur zijn, dat wanneer je daadwerkelijk als parlement zegt, ja, we zijn bezig, we moeten een paar dingen toevoegen aan de kiesregeling, dat je zegt, weet je wat, maar dit is al onder de hamer bij het Hof. Laten we even met het Hof kort sluiten en wijzen wat we gaan doen, want het parlement mag dat doen. Het sturen naar het Hof, laat het Hof daar een toets op loslaten en zeggen van, is het van invloed op waar zij mee bezig zijn of niet? En dan, als het niet van invloed zou zijn, ja, dan kan het parlement rustig doorgaan. Maar als het wel, dan moet het parlement een stap op de plaats maken, pas op de plaats maken. We hebben dus gelijk aan de bel getrokken. Ik heb de voorzitter en de ondervoorzitter van het parlement diezelfde dag ook een heel heldere app gestuurd, waarin ik me misnoegen kenbaar heb gemaakt daarover en ze ook heb opgeroepen daarmee dat direct te staken. Tot nu toe heb ik niets vernomen van wat er verder mee gebeurd is, maar we zijn wel heel alert, omdat ja, we weten hoe het toegaat, net als bij die behandeling in oktober, toen plotseling op een blauwe middag werd gesproken over verhoging waarborgsom, terwijl het nergens in het concept eerder stond. Dus we moeten alert blijven. We weten dat richting deze verkiezing de belangen heel hoog groot zijn. Ook voor de gevestigde orde. En dat zijn niet alleen de politieke partijen die daar nou zitten, maar ook hun grote sponsoren. Toch? Die allerlei privileges en voordelen genieten van het feit dat er een troebel systeem is, non-transparant. En dat er mensen zijn die meer belang hechten aan donaties om weer gekozen te worden dan om het volk sterk en onafhankelijk te maken. Dus we weten hoe groot de belangen zijn. Dus we verwachten ook dat er allerlei foefjes en trucjes en streken zullen worden uitgehaald. Wij gaan recht door zee blijven. Maar we zullen absoluut onze strijd, weet je, onze strijdbijlen opgraven, zouden onze inheemse broeders zeggen. Niet letterlijk, maar we zijn gereed om die strijd aan te gaan. Op elk niveau waar het nodig is. Ja, want nu, u heeft gesproken over dat van de vicepresident en zo goed.
Nu kan de vicepresident zeggen van, kijk, ik heb van niemand een sponsoring nodig. Ik heb mijn eigen geld. Ik ben niemand iets schuldig. Weet je? Dus jullie kunnen vertrouwen op mij dat ik zal doen wat ik moet doen. Bijvoorbeeld cambio sluiten, handelaren dit en prijzen droppen hier links en rechts. Want niemand kan een verzoek op hem doen. Omdat zij geen sponsoring hebben aanvaard. Nou, maar dat is geen democratie meer, toch? Dus als één persoon eigenaar is van een partij, dan eigenlijk is die partij geen democratische partij. Toch? Dus, want wat gebeurt als één... Dat is het mooie van de democratie. In de politiek is geld nodig, maar het moet gecontroleerd zijn. En het geld moet van iedereen komen. Mm-hmm. Zodat iedereen mede verantwoordelijkheid en mede zeggenschap heeft. Want je kent het spreekwoord, wie betaalt, die bepaalt. Yeah. En in een politieke organisatie moet je ervoor zorgen, dat is wat een van de belangrijke dingen die ik als voorzitter ook vanaf ik aantrad echt heb toegezien, contributie. Iedereen vragen om contributie te betalen. Weet je, we stellen een algemeen bedrag, maar kan je niet zoveel, dan kan je minder. Maar iedereen moet meebetalen. Waarom? Omdat als je meebetaalt, die partij ook van jou is. Mm. En wanneer we besluiten gaan nemen, dan voel je je gerechtigd om ook je mening te geven, je goedkeuring, afkeuring of je voorstel. Weet je, en men moet ook rekening, met iedereen moet rekening gehouden worden, want alle beetjes bouwen aan dat grote geheel. Wanneer je één persoon hebt die de boel financiert, dan wordt het snel geen democratie meer, want er gebeurt alleen wat die persoon wil. Mm-hmm. En weet je, en iedereen die tegenstribbelt, wordt gezegd van luister, wie heeft betaald? Wie heeft betaald? Toch? En dat is ongezond. Je wil dus dat iedereen meebetaalt. Vandaar dat wij ook bijvoorbeeld bij dat waarborgfonds, voor de vorige verkiezing, heel wat aan de burgers een oproep hebben gedaan. Ook nu doen we dat. Stort je bijdrage. Maakt niet uit hoe klein het is, als stort je elke maand een 50 SRD of een 100 SRD. Weet je, stort het elke maand, zodat je meebetaalt. En dan, wanneer we de jaarvergadering hebben als partij, dan heb je zeggenschap. Dan kan je komen kijken van, laat me de boeken zien. Ik wil zien, wat gebeurt hier? Wat betalen jullie aan stroom? Wat betalen jullie, weet je? Hoeveel je wordt uitgegeven aan telefoonkosten? Weet je, al dat soort dingen heb je recht om te zien. Je betaalt mee. En je kan ook zeggen van, ja, maar ik zie dat we dit inkomen hebben. Ik vind dat we meer geld moeten zetten, bijvoorbeeld in training. Of we moeten... Je kan al dat soort dingen mee bepalen. Het is absoluut niet gezond wanneer één persoon alles financiert. Het klinkt misschien makkelijk, maar het is eigenlijk de dood van de democratie in die partij. Net als in een land. Daarom in een democratisch land betalen alle burgers belasting. Daarom vraag je ook dat alle burgers meebetalen. Ja. Omdat je zegt, één kan veel, één kan minder, maar iedereen moet meebetalen om zich medeverantwoordelijk te voelen voor alles wat gedaan wordt, maar ook om mede-eigenaar te zijn en mede-beslisser in wat er... Want zodra je belasting betaalt, heb je recht van spreken. Toch? Dan kan je naar je resortraadslid gaan en zeggen, meneer, die bermen moeten schoongemaakt worden, jullie moeten wat doen, man. Toch? En die man kan niet zeggen, ja, zomaar naar jou. En ze zeggen, ja, meneer, paai, ik betaal elke maand belasting, zodat jij een vergoeding kan krijgen. Ja. Toch? En dat is dat spel dat we als burgers moeten begrijpen en dan snappen van, we moeten geen giften willen van politici. Wij financieren onze partijen en zo kunnen we eisen stellen en zorgen dat onze partijen verschoond worden van wat niet goed is en dat we op het juiste spoor blijven. Ja, want je heet het ook voor meebetalen en meebepalen. Nou, de IMF betaalt aan ons een aantal bedragen voor een heleboel projecten zoals ondersteuning van de begroting. En ze hebben zoveel mooie woorden, zoveel lovende woorden over hoe het IMF-programma wordt uitgevoerd door Suriname. We hebben de president ook gehoord. En nu komt de zesde beoordeling. Ze maken zich zorgen over de inkomen. Maar je hebt ons al geld gegeven. Ze hebben ons niet gegeven, ze hebben ons geleend. Geleend. We moeten het allemaal... Dat is een groot verschil. Want het wordt vaak voor ons gebracht alsof het ons gegeven wordt. Hè? Weet je, vaak wanneer over IMF gesproken wordt, dan brengt men het alsof we kregen. Ik ben heel erg gevoelig en steeds gevoeliger geworden de laatste jaren voor de woordkeus. Want weet je, de samenleving wordt op het verkeerde been gezet. Het lijkt alsof, ja, we kiezen money. Toch? Een moment was deze president ook op tv gekomen toen hij zag dat toen hij een gouden toekomst nog ligt in die tunnel. Ja, bogo money, conf, Wereldbank enzovoort. Het is geen gratis geld. We moeten elke cent terugbetalen. En dat is waarom wij zo kritischer naar kijken en moeten kijken.
Want iedereen kan geld lenen. Elke regering kan geld lenen. Je kan geld lenen bijvoorbeeld om die weg naar Apura toch te gaan uitzetten. Een goede weg te maken dat die mensen geen 13 uren of 15 uren meer door bauxiet moeten gaan. En wegzinken in die weg en verliezen leden. Onderwijzers onderweg vastzitten, al dat soort dingen. Daarvoor kan je lenen. Nee. Dus iedereen kan gaan lenen. Maar het is, wat doe je ermee? Want het moet zichzelf terugverdienen. Dus als je bijvoorbeeld investeert, zoals ik zeg, in die weg naar Apura, dan kan je zeggen van, ik investeer in een stukje ontsluiting van het land. Het komt de diensten, de bedrijvigheid ten goede. Het komt ook de educatie ten goede en dat gaat zich vertalen in meer ontwikkelde burgers. Het gaat zich vertalen in meer belastingopbrengsten. Het gaat zich vertalen in betere prijzen in het binnenland voor hun producten. Dus, en dat betekent dat men dan meer gaat kopen. Weet je, je gaat groeien, je kan een spin-off effect krijgen. Een domino effect, zoals we noemen, of sneeuwbal effect. Dus het betaalt zichzelf terug in feite. Dus dan investeer ik daarin. Maar wanneer je leningen neemt, waarvan niemand iets terug ziet, toch? Of leningen neemt waarvan niemand beseft waarom. Kijk, we zijn in China gegaan met een blaadje in ons hand om te gaan vragen voor een lening namens Guyana ook nog namens Guyana. Voor een brug over de quarantaine, toch? Waar geen enkel Surinamer mij tot dit moment kan vertellen wat voor direct voordeel we daaraan gaan hebben. Ons eigen land is niet behoorlijk ontsloten, maar we willen een brug naar Guyana bouwen, terwijl ons Tigrigebied parmantig op de Guyanese kaart wordt vermeld. En onze minister hier van Buitenlandse Zaken en de president doen alsof er niets aan de hand is, terwijl onze soevereiniteit wordt geschonden. Dagelijks wordt geschonden door de Guyanese. Dan willen we daarin gaan investeren. Dat is wat ik zeg, iets wat gewoon bijna strafbaar moet zijn. Toch? Om op die manier met de belangen van die samenleving om te gaan. Als je daarvoor leningen sluit, dan is het niet in het belang van deze samenleving. Dus er zijn zoveel leningen gesloten. IMF is een lening, Wereldbank is een lening, ISDB. Er is geen gratis geld in deze wereld. Ook China zijn leningen. Er is geen gratis geld. Zelfs wanneer ze een gift geven. Toch? Ik kan me herinneren, China had tijdens de regering Boutersen ze $1 miljoen cadeau gemaakt aan het ministerie, aan de minister van Volksgezondheid. Maar het is geen cadeau. Het is een investering in dat Suriname belangenbehartiger van hun is op de internationale podia. Dat Suriname zich vastbijt in een One China policy. Waar de A91 geen voorstander van is. Ja. Toch? Dus je maakt jezelf, eigenlijk verkoop je je ziel beetje bij beetje. Als je die lening investeert in daadwerkelijk verhoging van de productiviteit, in de productiesector, dingen die meer gaan werkgelegenheid creëren, dus meer belasting, weet je dat soort dingen, dat is verantwoord, want dan ga je terugbetalen. Mm-hmm. En dan kan je het ook uitzetten, dat is een verantwoorde regering. Die kan je op een blaadje zeggen van, ik leen een miljoen, maar binnen 5 jaar heb ik de helft terugverdiend en ook de helft al afgelost. Binnen 10 jaar heb ik alles terugverdiend plus het ook afgelost. Toch? Dus dat je het kan zien van oké, dan snappen we waarom we dat doen. Ja. Maar dat hebben we dus niet. En het IMF dat zich nu druk maakt om inkomsten, ze zijn rekelijk laat. Want wij hebben dat al lang gezegd. Wanneer we naar onze begroting kijken, elke keer weer, jaar op jaar, waarbij we zien dat leningen als investeringen worden opgebracht om het begrotingstekort te maskeren, te doen alsof het kleiner is dan het daadwerkelijk is. Ook daar heeft de VES zich vaker uitgesproken over wat het werkelijk begrotingstekort is. Wanneer we dat zien, wanneer we zien dat het programma van IMF, dat wordt afgedraaid, de wijze waarop deze regering het afdraait, juist het geld lenen voor ondernemers, vooral kleine en middelgrote ondernemers, duurder maakt. Dat is het gevolg onder andere van die OMO's geweest. Dat het geld ontzettend duur werd om te lenen voor de bedrijven. Dus dat die bedrijvigheid kapot gemaakt wordt eigenlijk. Hebben wij daar steeds op gewezen. Van hoe gaan we meer geld verdienen? Er wordt niet geïnvesteerd in de productiviteit en in de productiesectoren van dit land. Integendeel wordt het kapot gemaakt. Toch? Mensen die willen ondernemen, kleine ondernemers, die moeten beginnen. Beginnelingen kunnen nergens genoeg geld bij insparen om het te doen. De koers ging huizenhoog. Hoe moesten ze dat betalen? Weet je, van alles. Nu zien we de energietarieven die uit de pan reizen, zonder dat het bedrijf gezond gemaakt is. Dit zijn zaken die het IMF weet en wist.
En die onze regering ook wist. Dus om nu plotseling te komen praten, ja, we maken ons druk om de inkomsten, omdat het een onontkenbare realiteit begint te worden. Want het IMF-programma wordt waarschijnlijk met nog 6 maanden uitgebreid, alleen dat deze regering de eindstreep bij de verkiezing haalt. Anders donder de boel in elkaar al in oktober. Mm-hmm. Dus ze willen het naar maart 2025 doortrekken. Dan komt de laatste tranche. Kunnen we nog een mooi carnaval vieren met de verkiezingen. En nadien is het afgelopen. Toch? En het IMF suggereert nu al, wat ik ook eerder al zei, wat gebeurt met landen zoals wij, waarbij het nationaal programma tekortschiet, toch? Waarbij corruptie welig tiert, waarbij er slecht bestuurd is en geen visionaire aanpak, geen long-term vision, toch? Ad hoc beleid, piki-piki-play beleid, dan promoveren je van het ene IMF-programma naar het volgende IMF-programma. Want je staat niet genoeg op eigen benen. Wanneer het IMF vandaag de dag zegt dat we 3,5% groei eerst moeten realiseren, alvorens we in staat gaan zijn om onszelf staande te houden, we moeten misschien zelf 95% van onze begroting zelf dekken, zodat er garantie is dat we zelf kunnen aflossen die schulden die we al hadden en die er nog bij gekomen zijn, dan bevestigt IMF eigenlijk ze trappen een open deur in. Want we hadden het al gezien. We hebben aangegeven dat er een gat onderweg is, want we verdienen niet meer. En dat is precies ook, komt weer op die koersdaling. Toch? Waarom daalt die koers? Niet doordat we meer zijn gaan verdienen. Toch? Het investeringsklimaat in ons land is juist verslechterd. Ja. Het investeringsklimaat is verslechterd. Er zijn meer bedrijven gesloten dan geopend zijn. Er zijn meer mensen die hun job verloren hebben dan er banen ontstaan. Dus wanneer je dat ziet, dan weet je dat je een probleem hebt. En om dat nu te komen zeggen aan het eind van het programma, dat is triest. Toch? Wij wisten het al. Het is geen nieuws voor mij wanneer het IMF. En dan willen ze specifiek met de president praten over het feit dat ze zich zorgen maken om de inkomsten en om de corruptiebestrijding. Nou, hoe vaak is het IMF niet erop gewezen wanneer ze hier waren dat er corruptie is? Ik herinner me nog de laatste keer dat mevrouw Gushina, zoals ze heet, zei aan een journalist dat niet haar probleem is. Dit soort zaken, daar hebben zij geen zicht op. Dat moet de samenleving zelf uitzoeken met de regering. En nu wij gaan praten over corruptie. Nu die regering haar boekje zodanig te buiten is gegaan. Net wat ik eerder zeg. Er is een anticorruptiewet vanaf hun aantreden reeds. Maar ze hebben zich geen dag vergist om hun bezit en belang vast te leggen. Alleen Hof van Justitie had dat gedaan. De hofpresident. Die heeft dat wel toen gedaan. Mm-hmm. Ik weet niet als je het kan herinneren. Ja. Dat hij dat als een precedent geschapen heeft eigenlijk. Mm-hmm. Dat je niet hoeft te wachten tot die wet tot dit formulier door de wet gemaakt is. Je bent president, je kan zoveel doen. Zoveel doen jullie. Dan kan je toch ook gewoon zeggen, wij beginnen vast te leggen bij een notaris. En dan wordt het later conform de corruptiewet, anticorruptiewet, ook meegenomen in het systeem daar. Maar je kon het direct hebben gedaan. Niets remt je. Maar het is niet gedaan. En het is publiek geheim hoe zeer een heleboel mensen zich hebben verreekt. Mensen in posities zijn gebracht. Tonnen hebben verdiend. Verdwenen zijn met de Noorderzon. Toch? De kwestie SLM is gewoon een baken in zee wat dat betreft. Toch? Wat daar allemaal zich heeft afgespeeld. Dus we kennen NV Surfing. Toch? De trip naar Dubai voor 1 miljoen. Elke keer straks, zo net weer naar China met zo'n grote delegatie. Niemand kan je vertellen waarom en wat al die mensen daar moesten gaan doen. En waarom de president in plaats van zijn 2-daags bezoek veel langer, 7 dagen. En dan stopt hij weer in Nederland om weer zijn campagne te gaan voeren op kosten van de staat. Dus de corruptie tiert welig. En nu, wanneer het einde in zicht is, dan gaat IMF nu wel eens over corruptiebestrijding. Wel, als je het programma uitvoert, moet corruptiebestrijding aan het begin al strak ter hand genomen worden. Omdat alle geld dat weglekt, het volk kan zich dat niet permitteren. Kijk naar het sociaal programma, hoe zwak en hoe slecht het is uitgevoerd. Dat komt allemaal door corruptie. Corruptie. En wanneer je die corruptie alle ruimte geeft om al die tijd dat geld op te soeperen dat je stuurt, dat we lenen om grote delen daarvan, weet je, via corruptie en wanbeleid. Ik ga die OMO's blijven noemen, toch? Want die hebben absoluut niet in het voordeel van Suriname gewerkt. Wanneer je dat allemaal toestaat, dat een kleine groep zich verrijkt, en op het einde, nu kom je me vertellen, je wil daar een specifiek gesprek over hebben. Weet je, ik heb daar geen boodschap aan. En bovendien is het ook een belediging dat het IMF de president daarover de les moet gaan lezen.
De president zou uit zichzelf moeten weten wat hij moet doen. Wij als DA 91 hebben ons anticorruptiedossier klaar liggen. We weten precies welke stappen we moeten ondernemen. We zijn continu met de samenleving ook in gesprek geweest met deskundigen uit de samenleving. Ongeacht vanuit welke partij dan ook. Hebben we uitgenodigd jaarlijks om met ons van gedachten te wisselen. Over verschillende aspecten in die corruptie en wat er moet gebeuren. Dus we hebben ons dossier klaar liggen. Dit is wat er moet gebeuren. En dag 1 gaat dat alleen uitvoering. Ja. Dus wij hoeven niet te wachten dat een internationale organisatie ons komt uitleggen hoe we het moeten doen. We weten het. En ik ga ervan uit dat deze president dat ook wist en dat ook weet. Maar het is willens en wetens al die tijd niet gedaan. Mevrouw Del Castillo, wij gaan u hartelijk danken voor dit moment met Culturo TV. Kijkers, dit was Culturo TV Open Mic met mevrouw Angelique Del Castillo over de brandende zaak op dit moment. En sowieso kijken we uit naar het verzoekschrift dat is ingediend, hoe dat verder zal verlopen. Dit was Culturo TV Open Mic. Wij zien u terug de volgende keer in Sweeties ML. Dag Holland, ik wil daar dag, komen, Holland. Ik pin naar hier als een raad. Wambari Teana. Wogo luku na Culturo TV. Tam sabaka gang. De Canada pe wang. Yeah. Hey for it new. Go luku pchi new. Culturo nyunsu. Paste fastratis ref buntu. Unde bon new. Sa def arkina new. Culturo nyunsu. Was de vastraat is refbuntu. Suriname zo een hele klan. Mago depti hele kwan. Weshi, alas my sari. Alas my bari. Ma efu bondru kwa wang. Tak wesre kama masra lang. Be no wan soma, no abif kwari. No abif sari. Yeah. Baya Creole, ya fans of Shini. Esha idole in the stance of enemies. Dambo Taki, on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo be gro. Be we lafu as I guess that I go. Be korosi na ngale take blow. Yeah. Be kohorde, giya bina follow. Be deskapuri, eshi jano wolo. Bete dry de ne juke yang a dollar. Kona I go follow Culturo TV. Be anyu sunele. Culturo TV. Bribe de fe. Culturo TV. Be anyu sunele. Culturo TV. Bribe de fe. Diki diki, unegwa so so smanen sa bigi bigi, no. We go, aksa for luck, if the low babo late, we go. Arga problema food, de sma in the wake, and we libi shwiti. So long how sa pay you de, we swing committee, yeah. Druk ta paleng, make u stelling of praise. Sterker kan wel, want united say way. We kunna gemeenschap, we doa wroko, maar de na gereedschap. And we the almighty thanks and praise tak. Tak in the wiki now with the eerste leesblad. We zijn beleefschat. Statistiekes refie overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Biet qua doro misgat wat je weet dat. Culturo TV. Culturo.com na anyu su echari. No fake, no joke, ya anyu su prespari. E fubondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ya anyu su nesari, why big?
fancy arki. Ja, we libu no prati. U api in een parki. We de tapas trati. Kakwang ai kragi. U de borei dwen. Aksa volok fai wang ades de genge. Fu vergelijk ding. U ababo wees dwen. Da uka for wees ding. Bona beleef ding. A probleem fa volok na des de geng. Dat bekweta mita volok fu de ta eis ding. Want u boweri koma fu de kotis geen ding. E u hunap de feng. For its news, sto look up the news. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu. Udeba new, sadef arkina new. Kulturu nyunsu, paste fastratis respuntu.